Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. We zijn weer onderweg en wat het is gaan jullie nu zien. Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I'll keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to... Ze konden niet langer in de fabriek blijven, daarom hebben wij ze de weg gehaald. In mijn broekzak mee naar beneden genomen. Ik ben 3 keer omhoog geklommen, het was een behoorlijk eind omhoog. We hebben ze naar de opvang gebracht en daar gaan ze nu groot worden en weer de natuur in. Soms heb je een melding die je niet vaak krijgt, en dat is in dit geval ook. Een melding van een schildpad. Wij hebben hem opgehaald en naar een schildpaddenopvang hier in Friesland gebracht. Waar heel veel schildpadden verblijven die niet meer de natuur in kunnen. Het is sowieso niet normaal dat ze in de natuur zitten, maar... mensen zetten ze uit en dan halen wij ze op en brengen ze daarheen. En daar worden ze oud en komen ze uiteindelijk te overlijden. Maar ze kunnen heel oud worden. Thuis en Rody was ook niet thuis en toen kregen we weer een melding. Ik was net eten aan het koken, ik heb het ook mee. Ik ben gewoon even aan het eten. Als moet ik het opwarmen, dat vind ik niet echt lekker. We gaan nu onderweg naar een vogeltje toe en die gaan we weer naar de opvang brengen. Wat was er met het vogeltje? Hij was volgens mij nog een jonkie. Hij was nog een jong vogeltje. Dus kan een kattenslachtoffer worden. Oh ja, nou, een kat kan hem opeten en daar gaan wij hem nu voor beschermen en ophalen en wegbrengen. En toen kregen we de melding dat er 2 jonge kittens gedumpt waren. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat kittens gedumpt worden. Vooral niet op deze dag. Ik laat jullie straks beelden zien van wat vandaag het was. Het was een regenachtige dag. Zo erg dat het helemaal overstroomde in Drachten. Nou ja, jullie krijgen nu even foto's te zien. Ik heb geen filmpje gemaakt van de rit, alleen van de heenreis. Hier een paar foto's van de kittens. Zoals jullie zagen, waren de straten behoorlijk overstroomd. Daar zaten ook die kleine katjes in. Nou, gelukkig hebben ze opgehaald. Ze zijn nu momenteel bij ons. Ik weet niet wat er verder rest mee gaat gebeuren. Of ze naar het asiel gaan. Of wij een goed plaatsje zoeken. Zeg het maar. Maar ze komen sowieso goed terecht. Bij een lief baasje. Dat durf ik 100% mijn hand op te leggen. Waar ik ook 100% mijn hand op durf te leggen. Is dat dit alweer het einde van de video is. Ik wil jullie vragen om te abonneren. En deze video te delen. En een blauwe duimpje omhoog te doen en gewoon volgende week weer te gaan kijken. Want dan hebben we weer een nieuwe video. Check jullie volgende week weer. Dikke doei!